Hoi, ik ben Jens van het V-team. En ik loop samen met het V-team de Vierdaagse. En dan is de grote vraag, ja hallo, hier Taco, ook van het V-team. En de vraag is natuurlijk, waar is het V-team? Hier is het V-team. Het V-team zijn 101 kinderen, de jongste lopers van de Vierdaagse. En wij lopen met z'n allen met de V. En dat is de V van vriendschap, maar ook de V van? Vrijheid. Vrijheid. En de V van? Vrede. Ja, maar vooral de V van? Vloggen. Vloggen! Ja jongens, wat ga je allemaal doen? Ik ga vloggen. Vloggen? Ja. Dus nou ja, een duidelijke antwoord. Ja. Nou, ik moet er eventjes een beetje bij vertellen. Dat, hoe ver hebben we inmiddels al gelopen? 22 kilometer hoor ik net. 22 kilometer gelopen. Dat betekent dat we nog ongeveer 8 kilometer moeten naar de finish. En dat mag ik niet hardop zeggen. Maar we moeten nog iets meer naar de finish dan 8 kilometer. 3 kilometer. Ja, dus het is best wel zwaar en het is best wel warm. Ja. Hoe voel jij je? Een beetje vermoeid, maar het gaat wel. En vermoeid, hoe voelt dat dan? Een beetje last van de voeten. Een beetje last van je? Voeten. Van je voeten? Maar nog geen blaren. Oké. Dus, en hoe is de Vierdaagse? Is het een beetje wat je verwacht had of toch anders? Of vertel eens. Ja, toch drukker dan ik had gedacht. Vertel eens. Omdat ook, ik had op tv natuurlijk ook al gezien. En daar leek het wel rustiger op sommige stukjes. Maar nu je er zo zelf loopt, is het wel iets drukker. Het V-team. Ja, het V-team. Wat houdt het eigenlijk in?